Correspondent Erik Mouthaan is in Des Moines. Erik, ja, Iowa, de eerste is dus achter de rug. Wat is jouw conclusie? Ja, de kiezer is onrustig. En Trump die won misschien dan niet, maar we weten nu wel voor het eerst dat hij een serieuze kanshebber is voor de nominatie. En duidelijk is dat in beide partijen de gevestigde orde onder vuur ligt. De kiezers zijn ontevreden en zoeken de uiterste op. Bij de Democraten keren ze zich naar een socialist en bij de Republikeinen naar kandidaten die tegen migratie zijn en tegen de miljonairs die meestal de politiek bepalen van de Republikeinse partij. Nou, al die afwegingen zagen wij langskomen in stemdistrict 318. Buren zijn met elkaar aan het ruzien. How are we doing right now? I'm saying we want change this time. We want change. Let's try a woman and see how that works. De splitsing onder Democraten, heel letterlijk. Aanhangers van Bernie Sanders verzamelen zich aan één kant van de zaal, Hillary mensen aan de andere. 17, 18, 19, 20. Uiteindelijk wint Clinton dit district, tot teleurstelling van veel linksere democraten. We lose Iowa, it's not the end of the world. There's my neighbor, our neighbors. So I don't have a sign. Of course they're Republicans. Ja, want 10 meter verderop in hetzelfde gebouw komen rechtse kiezers bij elkaar. I like Trump because he's not a politician. Bij hen gaat het iets bedaarder. Anybody else need a ballot? Na wat korte toespraakjes schrijven de kiezers op wie zij in het Witte Huis willen zien. Dit zijn ze, de eerste stembiljetten van de presidentsverkiezingen van 2016. De voorverkiezingen zijn in volle gang. Het tellen van de briefjes gaat met de hand. You count the first round, I'll count it again, okay? De vertegenwoordiger van de Trump-campagne houdt het allemaal scherp in de gaten. Could you recount these? I did Donald Trump 53, Marco Rubio 58. We're in the hunt, and there will be many others that there will be more votes for him. I'm not discouraged at all. En dan heeft Iowa zijn rol gespeeld. En nou Erik, waar jij dus was vannacht, hadden ze misschien ook niet gedacht, hè, dat Trump zoveel tegenwerking zou krijgen. Nou ja, kijk, er zijn heel veel Republikeinen die gruwen van de gedachte aan Trump in het Witte Huis. En die mensen gaan zich de komende weken verenigen rond één kandidaat, zeg maar de tegen-Trump. Zeven verschillende kandidaten azen op die positie. En die zullen dus echt hun tanden moeten laten zien, want zo werkt het in het Amerikaanse systeem. Eén voor één zullen ze afvallen tot de sterkste overblijft. Erik Mouthaan, je blijft het voor ons volgen. Dank je wel.